Neem ons eens mee wanneer, wanneer jij voor het eerst in het leven besloot... Ik wil, ik wil iets met mijn stem gaan doen, ik wil een presentator worden. Hoe, hoe is dat zo in je leven gekomen? Eigenlijk bij toeval om eerlijk te zijn. Ik, had, uh, ik werkte achter de schermen bij televisie. En uh, had een programma gemaakt, Expeditie Robinson. daar uh, Werkte ik ook achter de schermen, slaggever, eindredacteur. En toenmalige presentator Ernst Paul Hasselbach. Hij is er inmiddels niet meer helaas. Die uh, presenteerde ook het programma Peking Express... En het, uh, moest hij te veel op reis. En toen dacht hij, ik, heb, we hebben een opvolger nodig. En op de een of andere manier dacht hij, dat nou, is misschien wel iets voor jou. En ik weet nog dat hij dat vroeg. En ik zei: Nee, je moet ik echt niet doen. En uh, toen zei hij: van ja, als je nu nee zegt, word je waarschijnlijk nooit meer gevraagd. En als je ja zegt, het ergste dat je kan gebeuren is dat je heel erg afgaat. Oh ja. Je had er sowieso mooi verhalen over. Dat dacht ik. <laughs> Oké. Okay.